Kun je vertellen wie je bent? Ja, mijn naam is Sergio van der Pla. Ik ben trainer en coach van beroep. En ik ga in dit filmpje iets vertellen over oplossingsgericht coachen. Oplossingsgericht coachen, wat is dat? Het is een hele mooie en prettige manier om met mensen te werken. Omdat je vooral een beroep doet op de kracht van mensen en de creativiteit en de hulpbronnen die ze hebben. Oké, maar hoe werkt dat dan precies? Steve Chaser, een van de ontwikkelaars, heeft het heel mooi gezegd. Die zei, problem talk creates problems en solution talk creates solutions. Dat klinkt misschien gek, maar hoe meer je over je problemen praat, hoe somber je wordt, hoe somberder je wordt, hoe zwakker je je gaat voelen. En hoe meer je als het ware in een soort vicieuze cirkel komt. En hetzelfde geldt als je over mogelijkheden praat of over oplossingen, maar dan wordt het een positieve spiraal, zeg maar. Dus dat in een notendop. Verder is het heel pragmatisch van opzet. Je kijkt vooral naar wat werkt. Nou, als iets werkt in je leven, doe dat dan vaker of doe dat meer. Grote veranderingen kunnen beginnen met hele kleine stapjes. Die zijn overzichtelijk en die zorgen dat je in beweging komt. En een volgende stap wordt dan steeds makkelijker. En het gaat er ook vanuit dat geen enkel probleem is, zeg maar, constant even erg aanwezig. Er zijn altijd uitzonderingen op het probleem. Op de ene dag voel je wat lekkerder of zit je beter in zijn vel. En dan is het probleem minder aanwezig. En die uitzonderingen op het probleem, daar kan je van leren. Daar kan je van onderzoeken. Nou, hoe kan ik zorgen dat ik die uitzonderingen bewust laat terugkomen? Zodat het probleem steeds minder sterk aanwezig is. En je steeds meer in je kracht komt en oplossingen vindt voor een probleem. En het is niet zo dat de coach de oplossingen aandraagt, juist niet. Maar die gaat echt op onderzoek bij de cliënt. Wat zijn de momenten in je leven dat het probleem minder sterk aanwezig is? Of dat je op een of andere manier meer in je kracht staat? Oké. Zo even kort. En hoe is dat ontstaan? Ja, dat is wel een mooi verhaal. Het is ontwikkeld door Steve Chaser en Insoo Kim Burke. En het waren twee hele bevlogen therapeuten die bij een GGZ-instelling in Amerika werkten. En die merkten daar dat ze niet konden werken zoals ze graag wilden. En toen besloten ze voor zichzelf te beginnen. En dat deden ze in een achterstandswijk waar heel weinig hulpverlening was en heel veel multi-problem gezinnen. En daar gingen ze gewoon mee werken. Maar de problematiek was zo groot dat er in no time allerlei lange wachtlijsten ontstonden. Waardoor ze op zoek gingen naar hoe kunnen we nou zo snel mogelijk mensen helpen en gezinnen weer op de rit krijgen. En ze ontdekten ook dat in de tijd tussen aanmelding en daadwerkelijke hulpverlening, daar ging soms een paar weken overheen, ontdekten ze tot hun verbazing dat het probleem vaak al een beetje minder was geworden. Dus mensen hadden zelf al oplossingen gevonden. En door daarnaar te vragen en die uit te vergroten en te stimuleren dat mensen dat soort zelfbedachte oplossingen vaker gingen toepassen, ontdekten ze dat ze eigenlijk heel snel mensen konden helpen. En voor wat voor doelgroep zou je deze manier van werken specifiek gebruiken? Eigenlijk voor een hele brede doelgroep. Van kinderen tot ouderen. Van hoog tot laag IQ. Dat maakt eigenlijk niet uit. Ik moet zeggen dat ik het zelf vooral toepas bij mensen die wel iets willen, maar niet goed weten hoe ze dat aan kunnen pakken. Bij mensen die nog niet zo gemotiveerd zijn, pas ik zelf liever een motiverende gespreksvoering toe. Maar vooral mensen die op zoek zijn naar het hoe. Die overweldigd zijn door een probleem en gewoon geen uitzicht meer zien. En niet weten waar ze moeten beginnen. En dan pas ik graag oplossingsgerichte gespreksvoering of coaching toe. Oké, dankjewel. Graag gedaan.